ik weet het echt niet meer. We weten het echt niet meer, hoor. Waarom niet? We komen er niet meer uit. Het is zo moeilijk om het licht te vinden. Het is echt een moeilijke zoekopdracht. En we hebben heel hard ons best gedaan. Ja, we zijn echt al overal geweest, maar nergens kunnen we het licht vinden. Waar ben je allemaal geweest dan? Vertel eens. Nou, eerst had Mandy het idee natuurlijk om naar de kerk te gaan. Daar zijn we geweest. Best een goed idee, want daar is heel veel licht. Ja. Ja, alleen is het niet helemaal het licht wat we zoeken. Kijk, ze hebben daar toch van die grote lampen zo boven hangen. Ja. Die op wel belangrijke mensen staan. Soms, want die hebben iets belangrijks te vertellen. Maar dat licht gaat ook weer uit. En eigenlijk is dat dus niet het licht. Nee, want het blijft niet heel de tijd bij je. Niet het licht wat altijd bij je blijft. Nee, dus toen had Tamara een ander idee. Zo, goed, Tamara. Ja, dank je, pap. Nou, toen zei ik, misschien moeten we naar een winkel waar ze lampjes hebben. Dus we hebben geld meegenomen en we gingen naar de molerie. Ja. Ja, want daar hebben ze kaarsjes en lampjes en allerlei dingen die licht geven. Allemaal licht. Dus daar gingen we kijken. Maar dat is het ook niet. Want een kaars wordt steeds kleiner en dan is het niks meer. Dus dat licht gaat weg. Dat is het dus niet. Nee, en een lampje, die zet je gewoon uit. Net als dit licht. En dat was het ook niet. Nee. Dus ja, anders geven we het wel gewoon op, hoor. Nee, we geven het helemaal niet op. Alleen weten we het gewoon even niet meer. Nee. Maar, oh wacht. Die mevrouw in de winkel, die zei wel dat het licht soms ook in mensen zit. Maar dat snap ik niet. Want nee, je kan toch geen licht geven? Nee, en zie jij zeker niet met je pantenprint. Nou, jij wel met je rennershirt. Precies. Jij bent een beetje zon zo. Ja. Ja. Nou zeg je iets leuks. Je bent een beetje zon. Soms zeggen mensen dat toch wel eens, dat jullie zijn het zonnetje in huis. Ah, dank je, pap. Ja, dan bedoel je dat je aardig bent, dat je leuk bent. En dan worden andere mensen blij van en dan zeggen ze, hey, jullie zijn het zonnetje in huis. Dat zeggen mensen misschien best wel vaak, papa en mama's tegen de kinderen. Zoals ik het ook vaak wel tegen jullie vertel. Jullie zijn het zonnetje in huis. Dat is wel waar, maar wij zijn maar met z'n tweeën. Dus dat is niet echt heel erg veel licht. En toch is het ook een beetje moeilijk. Want je weet niet de wanneer heeft er heel veel licht natuurlijk. En als je twee zonnetjes hebt, dan heb je toch heel veel licht. Ja, dat is zo. Maar ik vind dat toch moeilijk. Het is wel een beetje lastig. Ja. Ik heb een goed idee. Oh? Het is straks kinderkerstfeest in de kerk. Oké. Okay. Als we daar nou eens heen gaan, daar zijn heel veel kinderen, heel veel zonnetjes in huis, dus daar moet heel veel licht zijn. Ja. En misschien gaan we daar nog wel meer vinden van het licht. Oh, oké. En dan moeten we wel opschieten. Oh. Maar als we nou snel, als jullie je kerstkleren aan gaan trekken, even een beetje mooi maken. Ja? Oké. En dan gaan we daar samen naartoe. Ja, oké, goed. Maar heb ik wel tijd om haar nog even te doen? Ja, je hebt wel tijd. En mogen we ook glitters? Je mag ook glitters. Yes, kom. Maar niet te veel treuzelen. Okay, wel een beetje opschieten, dan lukt het wel. Maar waar staat dan de glitterbus? Ja, in de kast boven. Oké. Goed.